en welkom bij de Flikkerdag Maastricht 2010. Het is net weer zonnig geworden hier op het Vrijthof in Maastricht. En hier in Maastricht wordt politie, brandweer en ambulancediensten duidelijk met mooie dingen die ze laten zien. Hier achter mij is al heel wat aan de hand. Wij hebben net een demonstratie gehad en er gebeurt nog veel meer. Botsproeven zijn er, auto's gaan op hun kop. En dat gebeurt niet alleen op het Vrijthof hier in Maastricht. We zijn natuurlijk ook live op de markt. En daar is voor ons ME Charlier. Wat kunnen we van jou verwachten daar op de markt? En er gaat hier veel gebeuren. We hebben namelijk heel veel gezelligheid, zoals je kunt zien. En we hebben daar ook nog een heel mooi spectaculair optreden van Fabrizio. Dus ook nog muziek. En de Flikkerdag die begon vanochtend al ver voordat deze live-uitzending begon. Op de Maas, hier in Maastricht, lag de hele Maas vol met mooie voertuigen van de politie. En die gaven een demonstratie. Wat gaat er gebeuren? Ja, we gaan op de boot nou, ja, op het meer. En dan gaan we achter die boot erachteraan. Is een auto merk je niet zo, maar op een boot gaat het ook best wel hard. Woehoe! U kent ze wel, de mobiele eenheid, die blauwe busjes met die witte daken. Ze staan ook hier bij Flikkerdag Maastricht 2010. Ze worden ingezet tijdens demonstraties, maar ook om de orde te bewaken bij sommige evenementen. En ze worden zelfs regionaal ingezet. Ik heb gesproken met Berend de Jonge. Meneer de Jonge, is ME er nou een fulltime job binnen de politie? Nee, bij de Nederlandse politie is dat geen fulltime job. De politieman die vandaag in de auto de meldingen rijdt, of op de bike rijdt, of op de motor rijdt, kan daarnaast ME'er zijn. Zelfs de rechercheur kan daarnaast ME'er zijn. Ja, wij hebben als bijvoorbeeld Limburg-Zuid twee pelotons, dus niet iedereen hoeft daarmee opgeleid te zijn. Het zou toch goed zijn als dat zo was. Daar waar ordeverstoringen te verwachten zijn, gaat het eigenlijk, kan het door het hele land. De brandweer die is in bezit van twee speciale duikteams. Eentje in IJssel en eentje in Stijn. En zoals jullie hier zien, laten ze je precies zien wat ze doen bij de brandweer. Mijn naam is Stefan Waterval en ik ben bij de vrijwillige brandweer van IJssel. Dit is hier een duikcontainer. Aangezien wij normaal in open water duiken, in de Maas of in de grindplassen. En er is helemaal geen zicht. Want in open water zien we dus helemaal niks. Ik doe nu even de fles op, de machine even. En Steve, ik behaal de camera voor mij. Zwaai maar. Ze zijn het zwaai naar dicht terug. Dit is niet druk zwaaien, Lisa. Ja, tijdens deze Flikkerdag Maastricht 2010 is er ook heel veel ruimte ingeruimd voor de campagne Boeit Me Dat. Dat is een campagne die zich vooral richt op jongeren, want jongeren spelen er een grote rol in. Vooral kinderen van hulpverleners in publieke diensten die worden hierbij ingezet omdat het gaat om de slachtoffers van geweld. Slachtoffers die dus in publieke diensten werken zoals buschauffeurs en politiemensen die te maken krijgen met geweld. En wat heeft dat nou voor impact op de kinderen van die mensen? Dat ziet u in dit filmpje. Gezelligheid, dat is nieuw. Blijf van de man! Open hoe nou, jongen! Pak hem, jongen! Boeit Me Dat wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijke voor campagnes. Als Boeit Me Dat is Sjaak Krombeen. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid publieke taak en staat nu naast me. Sjaak, wat is dat voor een functie?
Ik ben programmamanager Veilig Publieke Taak. Dat gaat over de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers in publieke taak. Wat wij doen is duidelijk maken dat er grenzen zijn aan het gedrag van mensen richting werknemers in publieke taak. Zoals ambulance medewerkers, hulpverleners die hier vandaag laten zien wat voor prachtig werk ze allemaal verrichten in onze maatschappij. Daarnaast willen wij de daders die geweld plegen ook heel hard aanpakken. Zorgen dat ze goed gestraft worden. Ze krijgen ook een dubbele strafeis bij de terechtzitting. En daarnaast verhalen we de schade op dit soort mensen. En als laatste helpen wij werkgevers met een publieke taak om die functie zo goed mogelijk uit te voeren. Waarom is het nou zo belangrijk dat deze actie er is, Martijn? Nou, gemiddeld wordt Nederland 1000 keer per maand een hulpverlener mishandeld. Dat kan zijn een brandweerman, een politieagent, ambulance, maar ook steeds vaker een buschauffeur. En wij willen eigenlijk dat verminderen, want wij hebben liever dat onze ouders heel uit thuis komen dan dat ze mishandeld eigenlijk thuis komen. Want ja, dat is gewoon niet normaal. Zagen we al alle reacties van de mensen langs de kant en ook de reacties van de mensen die op zo'n boot gezeten hadden. Zelf stapte ik ook op een boot en ik stapte op de boot bij Patrick Spronken, een zelfbenoemd wijkagent te water. Goed, wijkagent te water, wat houdt dat in? De wijkagent op het water heeft natuurlijk een hele brede taak. We hebben milieu, we hebben de flora, fauna. De visserijwetgeving, daar zitten we met het binnenvaartpolitiereglement wat wij handhaven. En we hebben een gebied van IJzen tot en met Born. Wij handhaven, wij kijken naar overtredingen en wij controleren daarop. Als er een verre binnen. En als u nu wordt kiezen, hè? Tussen een rol in Flikken Maastricht als politieagent of wijkagent te water. Wat zou u kiezen? Nou, dan blijf ik wijkagent te water. We gaan ons best doen vandaag. Ik heb je goed vast, jij ook? Soms gebeurt er in ons vrij rustige, normaal rustige Zuid-Limburg toch wel rampen en grote gebeurtenissen. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan is de omstanders en de mensen die erbij betrokken zijn heel snel in rep en roer en moet er snel iets gebeuren. Voor zo'n moment is er de Sigma-tent. We staan er nu in en zo'n tent kan in een rap tempo opgezet worden. Die Sigma-tent die wordt ingezet bij grootschalige ongevallen met meerdere mensen. Hierbij behoort ook een Sigma-team. En een MMT. Dat we een stevige kraak omheen kunnen doen. Dus op deze kant op. Daar tussenin staat nog een container. Nou, we gaan nu even helemaal nakijken. Hè? Ja? Is het in zo'n tent nou anders werken dan normaal? Ja, zeker. Ja. Normaal op een eerste hulp heb je alle spullen direct bij de hand en hier is het ook anders werken vanuit een koffer. Vaak is het veel chaotischer, nu hebben we één patiënt, meestal zijn het meerdere tegelijk. Dus alle spullen liggen anders en veel drukte in de tent, dus dat maakt het wel ingewikkelder. Ja. Ja, zo gaat het dus op de markt, maar hier op de Vrijthof is er ook nog van alles te doen. We staan hier bij de Koninklijke Marechaussee, bij een rupsvoertuig. Naast me staat iemand van de Marechaussee. Wat is het nou voor voertuig? Een panzerwagen. Ja, en wat doen jullie daarmee? Deze wordt ingezet bij de bijstandseenheid. Dat is een aparte eenheid van de marechaussee die onder andere als de gratie ME, de mobiele eenheid,
En dan heb je de BE, dat is de bijstandseenheid. En die gebruiken deze voertuigen in plaats van een auto of een transporter. Oké, nou, heel hartelijk bedankt. We gaan eens even kijken of er nog meer op de markt te zien is. Want daar zou, als het goed is, Fabrizio op moeten treden. Soms keer ik alles verkeerd. Heb ze niks van de foto van vroeger geleerd. Heb ze een even gehad. Zeg ze chic is niet daar. Dit is een specialisatie van de brandweer Aken. Daar is de beroepsbrandweer heeft daar een speciale reddingsgroepen, zoals ze dat noemen. En zij zijn gespecialiseerd in het redden op hoogte en op diepte met het gebruik maken van touwen. Dus zij kunnen op plaatsen komen waar wij niet kunnen komen. En wij hebben een afspraak met Aken zodat zij ook hierin gezet kunnen worden. Dit is niet het normale opzuilen. Zij doen dit op een andere manier. Waar is dit voor? Zij zijn gespecialiseerd in het redden van mensen. En wel op het gebied van hoogtes en dieptes. En daarvoor is natuurlijk een hele andere specialisatie gewenst dan wat we het gewone abzeilen in België doen. Ik vind het heel knap dat ze dat kunnen. En zeker, ze gaan op de kop helemaal ondersteboven. Ja, ik vind het gewoon knap dat ze het kunnen, echt. Ja, ondertussen ben ik in een simulator gaan zitten hier op het Vrijthof. Dat is wel heel erg spannend, moet ik zeggen. Want dat is een zogenaamde botssimulator. En daarmee wordt getest hoe je eigenlijk in je riem zit. Sinds 1975 is het al verplicht in Nederland om je riem te dragen. En in deze botssimulator laten ze eigenlijk zien hoe belangrijk het is dat je een riem om hebt. Nou, ik ga mijn handen aan het stuur houden. Dan gaat de lamp branden. Nou. Ze hebben een Unfall gemacht, maar ze hebben niet de tijd gehad om te reageren. Met deze Übung heb ik ze abgelenkt. Dat passiert ook in de Wirklichkeit. Wenn ze telefonieren während het fahren, hebben ze niet meer de concentratie op de straat. En dat was deze proef hier op het Vrijthof. Ik zie je. Normaal gesproken, als er gegrimeerd wordt, worden kindjes altijd mooier gemaakt. Maar hier. Wat gebeurt er hier? Nepbloed sminken. Nepbloed? En waarom dan? Ja, voor als je iemand voor de gek wilt houden met bloed. Dus jij gaat iemand voor de gek houden? Ja? En mevrouw, waarom zijn jullie dit hier aan het doen? Wij als lotenslachtoffer worden vaak ingezet bij oefeningen van de eerste hulpverleners, brandweer, politie. Zodat zij kunnen leren van ongevallen. En ja, hun leren daarvan. Een nobel werk? Ja. Ja, jong geleerd, oud gedaan. En misschien toch voor de toekomstige werving van brandweermensen is het toch wel aardig om eens te laten meespelen voor de kinderen. Om eens te zien hoe dat gaat, het blussen van de branden. Wil je nu ook brandweerman worden? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Dat is een krasstander. Die krasstander heeft 12.000 liter water bij zich. En die kan 150 kilometer snel rijden. Dat is voor vliegtuigbrandbestrijding. Prachtige beelden van zo'n crash tender. Zoveel water in één keer spuiten. Ongelooflijk. Hier zijn natuurlijk een heleboel demonstraties zoals ik al verteld heb. Hier op het Vrijthof hier achter mij gebeurt een heleboel. Eerder vandaag was er ook een bike team actief. Misschien kent u ze wel. In de binnenstad ziet u van die politieman op mountainbikes. Net alsof ze voor hun lol bezig zijn. Maar dat is heel anders. Kijkt u maar. Kom, lekker op. Hey,
Oh, weg! Hey! Politie ben aangehouden. Op de keer, kom op. Liggen. En waar wordt zo'n bike team nou vooral ingezet? Wij worden in Maastricht Centrum ingezet voor alle voorkomende diensten. Dus dat zijn meldingen, evenementen, openbare orde, demonstraties, alles. Nou Maarten, ik sta hier bij een auto en dat is zo'n auto waar je niet kunt voorstellen dat er ooit iemand heeft ingezeten. Want als er wel eens ongelukken gebeuren, dan zie je soms, nou ja, misschien niet zo heftig als deze auto, maar wel van deze heftig in elkaar gedeukte auto's voorbij komen. Om daar de mensen uit te halen, gebruikt de brandweer, ik denk, een van de meest spectaculaire apparaten die ze hebben. Het heet de hydraulische schaar. Dat gebruiken ze om zo'n auto open te knippen en ervoor te zorgen dat de mensen weer veilig uit de auto gered kunnen worden. We zijn een demonstratie gegeven beknelling. De brandweerlieden achter mij gaan nu een auto uit elkaar knippen. Als een slag op een beknelling zit of bijvoorbeeld last heeft van zijn nek en op plaats van de ambulance eruit moet worden gehaald. Er wordt door een beveiliger om het voertuig heen gelopen met een brandblusser. Kijken voor lekkende vloeistoffen. De accuklemmen worden losgehaald. Dat heeft als doel voor de airbags die tegenwoordig in auto's zitten. Want worden de accuklemmen losgehaald, dan kan de airbag eigenlijk niet meer afgaan. En dat neemt een heleboel gevaar voor de hulpverlener weg. Wil je later ook brandweerman worden? Ja? Wij zijn een speciale eenheid omdat de opdrachten die niet bij andere defensieonderdelen te verdelen zijn, naar ons toe komen. En dan moet je het zien als speciale opdrachten in de persoonsbeveiliging. Meneer Meertens, kunnen eigenlijk alle honden politiehond worden? Nou ja, op de eerste plaats heb je een verschil in de politiehonden. Dat zijn de surveillancehonden die we vandaag hier laten zien bij de demonstratie. En je hebt aan de andere zijde heb je de speurhonden. Bij de bijthonden, de surveillancehonden, is er maar één speciaal type hond. En dat zijn de herderachtigen die daar geschikt voor zijn. En hoe gevaarlijk zijn die honden nou? Nou, ze zijn op zich... Zijn het natuurlijk honden met uitstraling. Ze zijn getraind in het bijten. Dus op het moment dat een hond ook gaat bijten en daadwerkelijk bijt, dan doet het dus veel pijn. Het is ook niet voor niets dat de man hier achter mij zo'n dik pak aan heeft. De helper, dus de man die het pak aan heeft, die voelt wel de kaakdruk, de bijtdruk van de hond, maar hij zal dan niet de tanden voelen. Wat zou een Flikkerdag dan zijn zonder de acteurs van Flikker Maastricht? Zij stapten vanmiddag op de boot helemaal in het zuiden van Maastricht bij het MCC. Daar stapten we eigenlijk, want wij waren er ook bij, op een vrij stoere boot toch wel, de Scherp. En samen reden we in kolonne met jetskis en met allemaal andere boten in een vrij spectaculaire tocht richting Hartje Centrum. Hartstikke leuk man. Ik zit nooit in speedboten. Ik vind het echt hartstikke leuk. Nee, want in de serie zien we ook niet zo vaak op een boot, hè? Ik niet, nee, maar ja, wel op een fiets. Dat is ook leuk. Maar dit is wel indrukwekkend, moet je nou kijken man. En het is ook vuurwerk. Ja, ik vind het geweldig. Het is natuurlijk zo'n fotogenieke stad. En het is ook heel leuk om vanuit Amsterdam hier af en toe te komen. Dat is hartstikke leuk. We hebben elke keer een beetje wel hard werken, maar toch ook wel elke keer een beetje op vakantie. Ja, op vakantie.
Angela, je bent wel wat gewend hè, tegenwoordig met al die flikkenopnames. Ja, dan was dit hard genoeg voor je? Dit was lekker hoor. Dat is wel een kleine kick zo nu even. Maar ik wil naar die mensen. Ik wil die mensen dag zeggen. En deze mensen allemaal bedanken. Maar is het nog iets bijzonders zo'n flikkerdag hier met al die mensen? Ja, natuurlijk. Kijk om je heen, man. Bijzonder is dit. Ja, hoe zijn jullie? Dankjewel! Ik heb wel heel lang werk maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus. Dankjewel! Ja. 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 Ik vind het geweldig. Had je ook verwacht dat het zo druk zou worden hier? Nee, niet verwacht. Wel gehoopt. Hey, dankjewel man. Hey, M.E. Nou, je hebt het net gehaald vanaf de markt. Hoe was het daar? Het was heel erg leuk. Ja, het was hier ook fantastisch om te doen. Het was briljant. Die boten was echt het meest spectaculaire. Ik wist niet eens dat de politie zo'n spectaculaire dingen deed. Dus het was echt briljant. Goed, hartelijk dank voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.